I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Ja, in de tussentijd met een genoeg, met een frietje oorlog erbij, ben ik natuurlijk, zoals jullie zien, met Armano weer samen. En ja, wij gaan elkaar wat vragen stellen en hij gaat daarop antwoorden en andersom ook weer. Dus bijvoorbeeld van Armano, hoe lang game jij al? Heel mijn leven. Heel mijn leven. Wat was je eerste game? Call of Duty. Oké, okay, dat was GTA San Andreas op de PlayStation 2. Ik denk dat mijn langste relatie 3 jaar was. En jou? Sinds groep 3 tot en met groep 5. Oh, dus sinds groep 3 tot en met 5? Ja, dat is 2 jaar. Dat is 2 jaar. Maar dan ben ik nog blijven zitten, dus 1 jaar erbij. Dus dan kom je ook op 3 jaar uit. Ja. En wat is jouw favoriete kledingmerk? Mijn Calvin Klein of Adidas. Ik hoef niet zoveel te doen. Natuurlijk, no spons natuurlijk. En, hoeveel vuurwerk heb je dit jaar afgestoken? Nou, een week nu. Maar ik weet wel hoeveel geld ik volgend jaar vuurwerk ga uitgeven. Oké, hoeveel? Wat is jouw max bedrag dan? Minimaal 600 euro. Minimaal 600 euro. Nou, ik hou het bij, ik heb het dit jaar bij 56 euro gehouden. Dus ik denk dat ik het volgend jaar op ga schroeven naar, denk 100 euro. Ja. Oké, Ik weet niet wat ik moet vragen. Ja, ik heb geen vragen. Wat was het even net? Wat was vorig jaar jouw leukste challenge? Met jou een challenge. Ja. Oké, okay, die warming up challenge. En die crossbar challenge. Nou, ik vond, wat vond ik de leukste challenge? Nou, ik vond de Chunny Bunny vond ik leuk, maar ik vond de droge beschuit challenge vond ik niet leuk, want daar ben ik bijna in gestikt. Ja. En dat was echt bijna, want een vriendin van mij die stond achter de camera en die is geen met deze camera neergegooid om mij te helpen, omdat ik bijna geen lucht meer kreeg. Ja. En je mag het alleen vragen, want het was toevallig zijn moeder. Dus dat was inderdaad wel heel erg raar om te zien, hè? Ja. Dat is gewoon bijna fout. Wie lijkt ik help jou ook. Ik was aan het lachen met jou. Ja. Ik zat te lachen totdat ik echt zag dat jouw hoofd rood werd en toen dacht ik dit is fout. Oh, schoot ik mij in mijn hoofd? wat is jouw favoriete snack? Een kipcorn. Kipcorn, mijne... Ik weet het al. Een frikandel. Ja. Wat heb je liever? Een patatje pinda of een frietje oorlog? Frietje oorlog. Frietje oorlog. Lekker. Als jij nou moest kiezen, hè? Heb je dan liever een Cobra 6 of een Thunder King? Een Cobra 6. Een Mercedes of een Fiat? Mercedes. Een Porsche of een Mercedes? Mercedes. Oké. Okay. Wie is jouw favoriete YouTuber? Buiten mij. Buiten jou? Jaraski. Oké, okay, Jaraski of Royalistic? Jaraski. Enzo Knol of Milan Knol? Wat vind je van de nieuwe Space? Ja, ik heb nog niet
gekeken, maar het zal vast wel leuk zijn. Maar alleen het jammer is dat ik dat die jongen van Space eruit is, volgens mij Mats. Mats, ja. Natuurlijk een shout-out naar Mats natuurlijk. Ik weet dat je natuurlijk mijn video's bekijkt. En ja, je kent ons twee nog wel. Wij hebben toen bij jou samen in de trein hebben gezeten naast jou. Even een terugkoppeling naar vorig jaar natuurlijk. Van Dutch YouTube Gathering gingen we naar huis. En toen zat Mats naast ons. En toen hebben wij, althans naast Amano. En tegenover mij, toen hebben we een heel gesprek gehad over Dutch YouTube Gathering. Natuurlijk ben ik dit jaar ook bij Dutch YouTube Gathering en natuurlijk ook bij Feat Award. En je kunt nog steeds stemmen, hier linkje onder in de beschrijving. Stem op mij. En ja, wie weet ben ik wel misschien het nieuw aankomend YouTube talent. Ja, dat zou ik vast wel leuk vinden. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja, ik heb een vraag aan jou. Okay. Sinds wanneer ken je mij? Sinds wanneer ken ik jou? 11 jaar geleden toen je geboren werd. Oh, echt? Jij was net 3 dagen oud. Oké. Ja, dan heb ik nog een vraag voor jou. Hoe vond jij het toen je broer en broertjes kreeg? Wauw. Ja, natuurlijk werd eerst Gertie geboren. Ja. Dat is mijn oudste broertje, om het even zo te zeggen. Toen werd Robin geboren. Ja, ik weet dat niet op dat moment. Ik kan dat niet, nee, dat zou ik niet weten zo. Maar ik heb ze en ik ben er natuurlijk heel trots op. En jij? Ik dacht, bij eerste zusje vond ik het niet erg, maar... Bij de tweede wel, want je had graag volgens mijn broertje gewild. Ja, maar het verhaal was, ik was in Limburg bij mijn opa en oma. En toen had mijn moeder een verrassing voor mij. Ik verheugde me echt heel erg op. Dus ik dacht, ja, ik wil gewoon kijken. En in één keer, toen kwamen ze terug en zeiden ze dat ik een zusje kreeg. En toen was ik zo rood geworden dat ik ging huilen. En toen wou ik mijn zusje niet meer hebben, maar nu is ze geboren. En nu is ze beeld ook wazig. Maar dat maakt niet uit. Ja, goed, we doen gewoon even scherp stellen. Ja, misschien eventjes over de beeldwazigheid. Dat komt, deze camera is op aan het raken. Deze camera is nu 4 jaar oud. En af en toe dan is de kwaliteit van het beeld gewoon een beetje minder. Omdat hij niet scherp wil stellen. Hij wil de scherpstelling niet vasthouden. Dus ja, mocht je mijn nieuwe camera willen sponsoren, ben je van harte welkom. Stuur dan even een mailtje naar info@zvestvanhaag.nl. Ik wil je wel een camera sponsoren. Nee, het is gewoon een leuke sponsor die mijn nieuwe camera wil sponsoren. Deze is nou 6 jaar oud ongeveer, denk ik. Net zijn nog meer. 3-4 jaar oud. Ik weet niet, in ieder geval is het best wel oud. Dus ik ben eigenlijk toe aan een nieuwe camera. Dus wie weet ik koop dit jaar nog een nieuwe. Dan zou het volgende maand zijn. Of ik ga een sponsor zoeken. Oké, ja. Maar zoals jullie weten, we gaan nou verder met het... Wat is je duurste kleding? Oh. Ik denk mijn jas. Welke? Die zwarte jas die ik heb, die Jason jas. Als ik mag vragen, hoe duur was het? Tussen de 200 en 250 euro. Daarom ben ik er ook zuinig, want ik heb hem nog steeds. Alleen ja, ik gebruik nu tegenwoordig mijn blauwe, ja, welbekende YouTube jas. Waar mijn eigen hoofdnaam op staat. Mijn logo en de YouTube logo. Dus ja. Oh, ik moet er niezen. Dan moet je niezen. Wil je een papiertje hebben? Nee, dank je. Ik hoef niet meer. Nou, als je wilt weten... Wat zijn jouw goede voornemens voor 2019? Mijn voornemens? Ja. Hoe bedoel je dat? Dus wat... Mag ik naast jou zitten? Wat wil je bereiken dit jaar? Op mijn nieuwe school, omdat ik deze school mij niet aan kan. Deze school, een andere school, een beter leven krijgen en weer mijn eigen leven terugkrijgen en niet meer zo agressief ben. Omdat
dat het komt door mijn ADHD en door deze school, want ik krijg hier alleen maar stress van. En ik hoop gewoon echt dat het op de nieuwe school gewoon beter gaat als hier, op deze school. Dat is eigenlijk wat ik moet maken. Nou ja, ik ben... Mijn goede voornemens zijn eigenlijk voor dit jaar dat ik gestopt ben met roken. Het is heel moeilijk om vol te houden, want ik ben eigenlijk pas, even kijken hoor, precies vertellen. Het is nou 2 januari en ik ben 1 januari gestopt met roken. En het is nou 2 januari, dus het is nog wel even, het is net 2 dagen. Maar ja, daarom probeer ik ook iedereen die roken een beetje te vermijden. Maar ja, dat ontkom ik niet aan, want als ik bij een goede vriend of vriendin thuis ben, die roken gewoon net zo hard door. Zelfs als ik erbij sta, met je vader wel. Ja, mijn vader wel, maar... Ik wil een sigaret naast mij opsteken. Ja. En niet omdat hij... Want dan zegt hij ook van, hey, ik ga roken, dus als je het niet erg vindt... Of je blijft staan, of je moet even weggaan. Maar dan wil ik gewoon erbij blijven staan. Niet omdat ik dan verslaafd wil zijn weer aan het roken, maar gewoon... Omdat ik gewoon, ja... Ik moet leren om ermee om te gaan. Dus kun je beter bij mensen gaan staan die dan ook roken om gewoon bij te blijven staan. Want anders ga je het vies vinden en dan ga je dus alles ontmijden. Dus vandaar. Oké. Misschien willen jullie wel weten wat de grappigste momenten is in mijn leven. Wil je dat weten? Ja, wat zijn jouw grappigste momenten van dit leven? Hoeveel moet ik opnoemen? Top 3? Ja. Oké. Top 1 is wat gisteren gebeurde. Mijn vader ging een rookbom maken. Met wat sterretjes en een PVC-buis. En toen gooide hij het op straat. En toen kwam er heel veel rook. En toen kwam de auto aan. En toen ging het zo stuk. Ik kwam niet meer bij van het lachen. Hij ook niet. En hij bleef ook nog buiten staan toen er een auto aankwam. En dan gaat hij naar binnen rennen later. Op het laatste moment. En mijn tweede is... Ik zo Wester aan het pranken was, toen ik zei haar ging spuiten, helemaal geel ging spuiten. Oh ja. Mijn derde is, toen ik met zo'n Wester crossbow challenge ging doen, toen schoot ik een kaart op zijn been en toen had hij een hele bal op druk erop en toen ging ik zo aan het lachen. Oké, okay. Hey, maar soms vind ik dingen nog wel eens een beetje jammer. Dan ben je op YouTube of je bent op Insta en dan vraag je bijvoorbeeld op Insta een Q&A-vraag. Nou, wat gebeurt er nou? Niemand stelt een Q&A-vraag, maar die gaat alleen maar zeggen van, oh, leuk. Dat vind ik wel een beetje jammer, dus ik moet de inspiratie overal vandaan halen. Behalve dan van jullie kijkers, dat vind ik nog best wel een minpuntje. Dat vind ik wel jammer. Ik had graag liever gehad dat jullie een vraag hadden gesteld, dus dat wij 2 vragen moeten verzinnen aan elkaar. Ja. Maar goed, ik denk dat we zo wel genoeg dingen hebben opgenoemd. Bekijk natuurlijk de vlog. We laten natuurlijk meer Q&A vragen natuurlijk dit jaar. Quiz of antwoorden noemen ze dat. Ja, dat komt sowieso voor elkaar. Ik ben ook wel vaker in de vlogs nou, want ik ben ook meer bezig zelf met YouTube. Maar ja, ik begin... Hij gaat ook zijn eigen kanaal opstarten. Ja, ik begin er zelf ook mee, maar ik ben nog niet zo heel groot. Ik ben pas een kleine jongen en een klein YouTube-account. En natuurlijk zijn wij 2 te zien bij Fiet en natuurlijk bij Dutch YouTube Gathering. Dus daar kun je ons 2 sowieso vinden. Want ja, we wonen toevallig dicht bij elkaar. Ik ben goed bevriend met zijn ouders. Dus ja, ik zou zeggen... Volgens mij ben je de beste vrienden. Ja, meubilair. Goed, in ieder geval, ik wens jullie heel veel succes en natuurlijk abonneer op dit kanaal, doe het duimpje omhoog. En nog 1 ding, als jullie handtekening willen, ik heb een eigen handtekening verzonnen, dus dat kan. Ja, dus wil je een handtekening van hem, dan kan dat. Wil je van mij, kan het ook. Hou ons gewoon aan, al zijn wij aan het vloggen. Wil je een shout-out doen? Tuurlijk mag dat. Ik zal zeggen, laters. Make the ground shake.